Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Hey, we gaan dadelijk nog even een paar dingetjes doen aan de Hilux. Maar als het goed is komt dadelijk Robbie deze kant op. Gaan we even bekijken wat we dan gaan doen. Of dat we verder gaan met dubbele Fiesta's, want die moeten natuurlijk ook binnenkort af. Of dat we misschien de type 69 al gaan starten en binnenrijden. Is eigenlijk één dag te vroeg. Maar dat beton heeft hij niet door. Toch, één dag. Dan kunnen we hem in ieder geval alvast hier tevoren gaan rijden en hier binnen rijden. Want die moeten we ook gaan afwerken natuurlijk. Oké, maar eerst nog even gauw hier het een en ander aan doen. Kijk dat we deze op je wiel kunnen gaan zetten. Hè? Toch heel binnenkort wel. Ja, daar was ik mee bezig. Met deze dingen erop te zetten. Oh, eerst deze eraf. Yep. Oké. Okay. Zo. Ja, mooi. Moet je montage papper aan. Zo. Voilà. Aha, daar is Robbie, denk ik. Hey! Ik zie dubbel. Jawel, hè? Hij is dubbelblind. Ja, zwart-wit, ja. Zo. Hey, joh. Grote. Kijk hier dan even dan. Ja, dat is mooi. Grote bezem. Nou, Ivo. Zet er een steel aan. Ik kan gelijk aan de slag. Aan de kant. Kijk, ja, ik zat even tegen een paar beugeltjes te maken. Omdat dit zo breed is, dan breek ik die steel heel makkelijk af. Oh ja, dat is waar, ja. Oh, dat is wel een goeie. Goed toch? Kijk dan. Hoppa. Ja, dat is mooi. Hey, wij gaan pauze houden. Emiel, jij veegt het even door. Ja, is goed. Zou wel even lekker vegen, hoor. Dat vind ik helemaal niet zo slecht werk altijd. Ik neem er alleen de tijd nooit voor, dat is iets anders. Wow. Oké. Okay. Yep. Zo. Zitten die lagen, zit er vuil in? Nee. Laten we even checken of er toch geen straalgrit ingekomen is, maar dit is gewoon goed. Sporadisch wel een korreltje. Ja. Wat denk je? Helemaal uitspoelen of zou je zeggen? Ja. Ja, hier een risico mee nemen. Nee, je hebt hem toch eruit, hè? Ja. Ja, dat ga ik daar gewoon maar toch maar wel doen. Doen we er een nieuw vet in. Ja, pak die andere er ook nog even af. Dus als ik dat vet zo tussen mijn vingers wrijf, dan soms vind ik een korreltje. Ja, dat moet ik niet hebben. Ja, dat vergeet ik. Dat lopen ze eruit op een gegeven moment. Dan moeten we eigenlijk eerst even een kartonnen doosje of zo hebben om alles uit te scheppen. Lekker. Zo. Vettige chap. Even helemaal uitspoelen. Komen we daar achter dat er ook een lagere vreten is hier. Deze zien er allemaal netjes uit nog. Ik ga deze ook even doen. Daar zit nog van een conserveringsvet op. Hup. Een nieuw pakkentje maken dadelijk even. Dat zal ik toch even gaan krabben. En daarna weer afspoelen. Dat moeten we doen. Zo, deze vier. Pakken we gelijk die andere erbij. Pakken deze er ook gewoon even helemaal af. Zo, even de remklauw er weer af. Ja, geen risico nemen met die lagers daar. Zo. Dan kan hij even een stukje naar voren. Zo.
dingetje eraf. Hup. Spuur ze gewoon uit. Zo. Yep. Hoppatee. Oké. Okay. Zie je ook. Mooi. Zo. Ja, nou hoor ik natuurlijk mensen al zeggen, waarom doet hij nou die handschoenen niet aan? Dat zal ik vertellen. Die handschoenen die daarop liggen, staat wel op dat ze gem resist zijn. Maar die krimpen als een malle altijd. Ik pas die dingen niet meer. Als ik daar één keer mee heb gespoeld in de spoelbak, dan pas ik ze gewoon niet meer. Ik moet daar echt dringend een keer iets anders voor vinden, wat wel niet goed blijft. Mijn handen zijn aardig. Chemical resist. Die krimpen niet. Anders zou ik die handschoenen weer passen op een gegeven moment. Kijk, huppatee. Zuiver. Ja, alleen nou moeten we dit allemaal nog gaan schoonmaken. En dan kunnen ze daarna nog een keer uit gaan spoelen, denk ik. Door die pakking. Oké. Blub, 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 blub. Oh. Die is lastig om schoon te maken, dit lager. Je moet eigenlijk die kering eruit. Maar ja, die kering, daar moeten we ook een nieuwe kering erin zetten weer. Laten we nog een keer doorspoelen nu. Het vet is daar nou zoveel mogelijk uit. Ja, dat is net wel zo'n randje waar net straalgrit achter blijft zitten, waar we niet goed bij kunnen in één keer. Oké, spoel hem nog een keer. Kijk, we deze ook gelijk al meer vet eruit kunnen krijgen van onder het randje. Nou moeten we alleen dit er nog even krabben. Misschien moet ik... Ik denk dat gewoon hier doen met een mesje. Jammer dat die draadeindjes er eigenlijk niet echt uit kunnen. Dat is het leven een stuk makkelijker gemaakt. Dan haal ik toch nog maar even een keertje uitspoelen, denk ik. Maar hij is wel zuiver, dat is goed. Zo. Kijk. Okay. Geen vet meer in. Helemaal goed. Even uitblazen, nieuw vet erin. Dan kunnen ze erop. De binnenkant gewoon even uitsnijden in plaats van kloppen, want anders houden we geen pakking meer over, denk ik. Zo. Zo. Oké. Zo, zie je. Nu komt het wel nou. Dan moet ik hem daar eerst eigenlijk even vastzetten door een gat. Dus ik hem hier tegenover pak. Kijk, hup. Kijken waar hij zit. Maar zo ongeveer volgens mij. Hop. Nou, prima.
zit er een pot aan het randje daar. Klaar, nog één. Eens kijken of die past. Ja, trouwens, laten we dat kunnen even kijken. Moet passen, kijk. Dat komt goed. Laten we ze nog niet opzetten, want we moeten die moeren er nog op zetten. Even de specialisten geraadpleegd. Dit is vet, dat is geschikt voor wielaars. Wielaars hebben hogere toerentallen en daarom hebben we daar net even ander vet voor nodig. Dus. Zo, een hapje. Moet niet te hard natuurlijk zeggen, want anders krijg ik hem ook nog. Een kwarkje. Hier. Hé, ik heb een ander idee. Nou. Daar moet ik wel jouw toestemming voor hebben. Oh ja, dat wordt vaker gedaan. Dat zal vast wel mogen, denk ik. Wat wil je dan? Die drie klauwen. Ja? Uitdraaien? Nee, aan de buitenkant iets aanlassen. Oh, iets aanlassen. Ja, kan toch. Ik vind het gedaan. Ik vind gewoon, lassen is toch een losneembare verbinding. Losslijpbaar. Oh nee, officieel niet, hè? Losslijpbaar. Ja, ja, kun je toch gewoon doen, waarom niet? Ja, nee, maar het is jouw speelgoed, dus dat ga ik niet zomaar doen. Nee, dat is prima. Doe dat maar. Ja, dan kun je gewoon prima er weer afslijpen nadien. Ja, je laat hem zitten. Ja, ja. Zoals als hij in de weg zit, eraf slijpen. Dat is zo. Want deze staat toch voor de buitenklauw en die zit minst snel in de weg. Ja. Ja, nee hoor, doe dat maar. Ja, dat gaat wel vet in daar. Dat is vet, man. Dan wordt het vet goed naar binnen in de lager. Zorgen dat het vet er goed in zit in de lager. De andere is makkelijker, want die is uit elkaar natuurlijk. Hè? Ja, je hebt daar twee lagers zitten. Kijk, hierboven in het lager is eruit. Daaronder zit natuurlijk de lager waar we net voor gechapt hebben. Ertussen zit een soort van kamer. Daar moet natuurlijk ook vet in zitten. Dat is een vetkamer, dat is eigenlijk een voorraadje vet. Dat wordt eigenlijk gewoon, als de auto rijdt, de centrifugaalkracht wordt naar buiten geslingerd. Dat wordt eigenlijk in die lagers geslingerd ook steeds. Dus op die manier blijft er ook vet in zitten. Als alleen de lagers in vet, dan zal het wel even goed gaan, maar dan houdt het wel redelijk snel op daarna. Zo. Zo. Nou, dat lager is goed. Kunnen we onderin. Zo. Vetvoorraad erin. Dat is wat lekker. Burp. Zo. Dat is even toch een beetje extra werk om alles weer schoon te maken. Maar dan weten we in ieder geval zeker dat het goed is. Nieuw vet erin ook. Kijk. Klop. Ja, dat vindt hij lekker hoor. Mooi. Dan maar eens voor erboven nog een beetje vet erin douwen. Kunnen we mooi op die naven smeren daar. Pak een extra. Zo, dan een beetje van het zwarte vet op. Ja. Ik voel geen stukjes, dat is goed. Zo. Oké, nou, helemaal goed. Kunnen we ze straks vast gaan zetten. Hup, deze zit er vast erop. En er was één moer erachter. Dan kan die er niet per ongeluk af glibberen. Hij is natuurlijk zo goed gesmeerd nou. Ik denk al weten hoe ze eraf gehaald hebben. Kijk maar, met een bijtel losgetikt. Zie je dat? Zo hebben wij dat losgemaakt. Dus dan moeten we straks toch eigenlijk wel even een sleutel maken ervoor. Die lage moeren moet je altijd goed opletten dat je ze rechtop zet. Want die zet je makkelijk scheef en dan draai je de draad kapot. Laten we dan even gaan eten. We hebben lekker even boterhammetjes gegeten. Nou, we zitten er mooi op, alleen moeten ze nog wel vastgezet worden natuurlijk.
En vorige keer hadden ze met een bijteltje los gehakt, die moeren. Maar ja, ik wilde ze niet met een bijteltje weer gaan vasthakken. Dus laten we er een gereedschapje van maken. Ja, het is een beetje een stomme maat. Het is sleutel 54. Nou, 55 is wel aardig gangbaar, die heb ik daar liggen, maar dat is een steeksleutel. Dus kunnen we er eigenlijk ook niet meer bij. We moeten echt een dopsleutel hebben. Nou, ik heb gekeken of ik niet gauw nog even een dopsleutel 54 ergens vandaan kon toveren, maar die lagen allemaal niet in voorraad. Dat was allemaal lastig. We gaan zelf iets maken. Ja, laten we dat doen. Die borgmoer die wordt echt niet hard aangetrokken. Kijk maar, 47 Newtonmeter, dat is echt niks. Dat is als je dan, dat is op een halve meter, dat is met 10 kilo. Goed, ik heb een andere tang hier. Moet eens kijken of ik je daar een beetje mee kan aantrekken. Die eerste moer moet sowieso niet hard aangedraaid worden. Dan moeten we gewoon de speling naar de lager stellen. Dat moet ook wel gaan, denk ik. Even kijken. Kijken. Ja, begint hij net een beetje. Zo. En waarom dan eigenlijk een tikje los? De lagers moeten speling hebben om te kunnen werken. Oh ja. Er moet een beetje speling op zitten. Dan kan je de lager afstellen. Deze van hetzelfde. Dan eerst gewoon even een keertje aan. Zit hij vast. Tikje los. Oké. Laten we die borgplaten erop zetten en dan. Dan voel je het maar vast maken. Kijk, dat is toevallig. Die past gewoon. Mooi. Kijk. Zo. Die erop. Ik moet de andere moer pakken. Zo. Dat is de borgmoer. Hup. Ah. 47 Newtonmeter voel ik zo. 47 Newtonmeter. Klik. Dat is heel weinig. Ja. Dat is, ja, ik heb een keer. Dat is 10 kilo op een halve meter. Ja. Een helikopterwiel, die moeren moest ik aandraaien met 5 kilo Newton. 5 kilo Newton, wacht even. 5 Newton, sorry. Oh, ik wou zeggen 5 kilo Newton. Ja, dat is 5000. Ik denk al 5 kilo 5 Newtonmeter kan ook, maar dat is. 5 Newtonmeter, dat was het. Dat is echt niks. Nee. Dat is heel weinig. Dat is een halve kilo op een meter. Dat is een kilo op een halve meter hefboom. Ja, dan moet je het wiel laten draaien. Kom met de hand. Preload, 5 Newton. Losdraaien. En dan was het 25 of zo. Joh. Eerst de borgplaat tegen de achterste moer aanzetten. Zo, is goed. En nou deze. Dan pakken we die voor. Nog, dat is het beste daarvoor. Hè. Eigenlijk die. Deze zit meer. Die is beter. Zo. Kijk. Weet je waarom ik nou deze borglip beter vind dan die andere? Dat komt omdat deze borglip, die drukt tegen dit deel van de moer. En dat is eigenlijk, als je hier zo drukt, dan draai je hem vast. Deze die zit iets meer naar deze kant van de moer, om het zo maar te zeggen. En dan draai je hem los. Dus deze zit iets beter op zijn plek om loslopen te voorkomen. Eens kijken of onze pakkentjes goed zijn. Hè? Die en daar. Oh, nou dat lijkt er wel op toch. Zijn we ze hier? Dat past. Hop. Door, hè, zie je? Een hoekje. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij dicht hem aan de binnenkant ook af. Dus.
Zo. Even kijken. Oh ja, dan moet natuurlijk wel precies in die spline. Ja, dat is hem. Kijk, dat is goed. Even kijken. Nou, hardnekkige. Oh wacht, ik snap het al. Deze even zo zetten. Kijk, dat is beter. Ja. Ik heb even vier aandrijving aangezet, maar het hart van het ding draaide mee. Dat is niet handig met aandraaien. Zo. Hop. Zo. Ja, een paar velletjes erop, bandjes. Ja, de spoorstang moet nog even vast. Ja, en ook de... Anders spoort hij niet. Zo is dat. Letterlijk. Een beetje plakband daar. Nou, maar dit zit vast. Remmenreiniger. Zo, gaan we nou serieus remmenreiniger gebruiken om remmen te reinigen? Dat zou je niet denken, hè? Want daar is het gewoon voor. Zo. Zorgen dat dat ontdaan is van vet. Dat ziet er gelijk een stuk beter uit zo allemaal. Zo. Lijkt lekker. Kijk. Goeie. Kijk, hij moet. Zo moet hij zitten. Nou, taai vet zit erin, zullen we maar zeggen. Zo. En ik moet zeggen, ik vertrouw dat draadgat ook al niet helemaal, of dat konische gat daar. We hebben Amerikanen verzonnen dit, hè? Die verhogingsset. Vast weer geen grond van natuurlijk. Kijk, dit zit gewoon niet zo lekker. Zie je hoe die stuurkogel hier zit? Hoe hier dat rubber in de beknelling zit, hier zo. Dat is gewoon keurig elke APK een nieuwe stuurkogel gaan monteren, hè? Want die snijdt die gegarandeerd kapot. En ik kan hem ook veel verder aandraaien dan ik zou denken. Misschien eens even die andere spoorstang even passen aan die kant. Eens kijken hoe dat gaat. Kijk, het punt is dit. Ik zal hem even erbij pakken, Jan. Deze... Die zit normaal zo. Kijk, en dan zit hij. Dan zit hij veel meer onder een hoek. Als ik het zo zie. Zo komt hij te zitten volgens mij. Deze die zit en zo gekanteld een beetje. En ook nog een beetje zo volgens mij. Dan komt hij waarschijnlijk veel beter uit normaal. Kijken of de konus wel klopt. 15,5. Ja, 15,5. Dat lijkt wel gewoon goed. Zo, even draaien. Dat zijn allebei de kanten evenveel draad hebben, want het is links en rechts de draad. Dan kun je straks de sporing stellen. Zo. Oké, dat zit vast. Deze dingetje ook, die ook, die hebben wij nodig. Ja, zeg maar, dat is allemaal spul wat wij nodig hebben. Ja, hoe strak is het erin? Ja, hij zit een klein gaatje.
Daar is dat langs erin gekomen. Het gekke hoeveel van het grit dan door één zo'n klein gaatje doorheen kan. Net dat je daar al je spraakrit in hebt zitten blazen. Dat moeten we daar even schoonmaken allemaal. Die zien er nog mooi uit. Goed kijken wat welke waar moet. Zo. 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 Goed. Ik denk het niet eigenlijk. Volgens mij niet. Oh wacht. Haha, grapje. Die moet daar. Even kijken, want het kan er maar op één manier in. Waar is nu dat brede stuk? Zet hem naar bovenin. Daar dus. Die andere moet ik hebben. Ja, die heb ik nodig. Yes, dank u. Even kijken. Eens even zien. Waar zit die dubbele nok? Je kunt hem gewoon... Oké, ik had bij... Ik had zo'n Mitsubishi L200 en die was toen doorgezakt, die voorlooprang. Toen kon ik hier gewoon een tandje bijsteken bij dit. De Air Scoops. Ja, en of de vier knipperlichten dichtgebracht. Hé, hey, gewoon een keer de brandstoftank maken. Dan hebben we ook weer kunnen we tegen elkaar gaan crossen. Ja, precies. En dan moeten we even mensen bij zien komen met die andere te rijden ook dan. Zie, zo. Een beetje montagevet op de spline. Gewoon een beetje draaien tot ik hem gevonden heb, dat kan ook. Duurt even met een hard opwaard. Ja, moet ie. Nou, rubbertje erop. Kapotje. Wel zien. Zie ik hier de dubbele nok. Nou daar. En daar. Dus we moeten ongeveer het soort van zo op. Opleiding. Deze. Oké. Mooi. Ja, dan moet daar. Oh ja, hier even een beetje vet en schelpen doen. Zo. Dat vind je nog wel. Stuk uit de nieuwe vloer. Ja, zonde. Laat die jongen weer terugkomen in de vloerpaluizen. Waarom ligt hij daar nu al in de kom? Oh, dat ik hem hier wel naartoe getrokken heb, denk ik. Dat zal hij zo wel zijn. Bleep. Zo. Blubberen. Ja. Ik vind hem niet vastroesten. Precies, ja, nou zal dit niet gauw vastrotten, maar deze wel. En vooral daar op die schroefdraad, daar heb ik aan de andere kant een nieuwe voor. Zo, kijk. Ik ga morgen wel op de kelders even kijken. Ja, voor zo'n flens. Ja. Kijk, dan trek je hem wel in die kom. Bloop. Oh, lekker hoor. Oh joh, mooi braswerk. Ja, wel hè. Dat is echt, ik zou zeggen dat dat de reparatie is die wij hier in elkaar gevreubeld hebben, maar dat zijn gewoon originele braaien. Ja, dit is nog de auto moest gewoon nog af, het gas was al op. Ja, maar dit slijp je toch even uit in een minuut tijd en een keer overlassen klaar. Ja, niet in de Toyota fabriek in 1990. Kant die weer op de voorwiel staan. Ja, nog niet alles zit vast. Die subframes zitten nog niet vast en de draagarm ook niet eronder. Maar ja, goed. Ik denk dat we straks toch een zegellak dingetje moeten
erbij moeten pakken en alles natrekken en alles markeren wat op het moment staat. Dan pakken we het aan de achterkant op en dan zetten we die box zetten we hier, voor, hier zo. Dan staat hij met zijn achterkant flink gewoon op. Zo. Drie. Rolt de banden. Dit is goed, hè? Kijk, je weet de wielen breed genoeg zijn of banden als je ze rechtop neer kunt zetten. Dat is in ons oma ook altijd voor een bijtkoek. Als je een bijtkoek afsneden, dan moest je er rechtop kunnen zetten, anders was het een smal stukje. Ik vind het vaak maar lastig. Dat moet hij kunnen, toch? Ja. Hij doet niet. Dat kan hij sowieso al. Hij tilt 500 kilo, dus hij tilt het hele frame op als het moet. Kom mee. Zeg ze ook weer, zak in zak. Zak maar door, zak maar door. Nog een beetje denken. Dan weer af hebben. Hop. Nou, deze moet nog laag, zie ik wel. Ik moet gewoon op. Dat mag. Ja. Ja, ik heb hem opgetild in de route eigenlijk. Hop. Nou, er zitten twee vast, dat is wel genoeg. Kijk daar de wielagertjes. Oh. Dan hebben we een beetje iedereen moeten halen eigenlijk. Maar ja, goed. Ja, mooi. Ja, mijn zakken. Dat ding gaat schuiven. Nee, ja. Goed. Hé, hey, staat op zijn wielen. Ha, kijk dan eens even. Ja, dat is leuk. Nou, dat is een heugelijk moment, hè. Nou, de achteras nog. Jongen, wel lompe wielen, hè. Ik ben benieuwd of we nog de stuuruitslag moeten beperken. Dan heb jij een verhogingskit eronder, dan moet een lompere wiel onder. Ja. Ook gelijk rail-assen moeten zetten en zo. Dan van die monster-trucband. Dat was wel goedkoper geweest, want dat had allemaal helemaal niet in de regel hoeven zijn en zo. Dat met de propeller. Hey. Zo. Nou, de voorras die is ver klaar. Er zijn een aantal dingetjes wel worden vastgezet en zo, net als die supereentjes. Maar daarvoor moeten we hem ook gelijk gaan uitlijnen en alles. Maar nu, kijk, nou is de achteras lekker op hoogte gekomen. Nou is het beter om aan te werken ook. Zorgen dat deze gauw op zijn wielen staat en dat is makkelijk, want dan kunnen we hem straks ook op de brug duwen. Om eraan te werken, dat is ook fijn. Hey, Robbie. Ja? Duo Fiesta toch? Oh ja. Jij bent allemaal vol op daar verder bezig geweest. Ik denk, kijken wat je eraan te doen is, je stiekem daar verder aan te werken. Ja, ik denk, nou, laat die niet op. Nee, ja, precies. Hey. Oh, hij is mooi recht, hè? Ja. Ja, er zit nog wel iets in, hoor. Ja. Maar dat is zo minimaal. Nou, dat reken ik recht als ik kijk hoe we hier. Ja, nee, maar dit stukje heb ik op moeten lassen. Dat is goed gelukt. Het is hetzelfde als dat stapje waar de kruis op staat. Ja, ja. Dat moet hier ook in komen en deze rand gaat eraf. De koppeling voor de nazoren, hè? Ja, en de andere kant moet zo'n gat in komen. Of in ieder geval een klein stapje met dat gat. Maar dan moet ik even opmeten hoe groot dat moet zijn. Mooi. Ja, hier. Met luchthappers en al, hè? En de blaadjes. Oh ja. Ja, dat is mooi. Een keer aflassen. Vuren schilderen, plamuren. Oh ja, hier die stripjes nog erin. Ja, dan kun je ook mooi gaan maken. Het materiaal ligt hier ook al even klaar. Dus, zo. Ja, dan moeten we gewoon even rustig aan de tijd van nemen, dat we dat netjes doen. Dat is wel belangrijk. Ja, sowieso. En kijken dat we het in één keer voor allebei goed kunnen maken. Ja. Op zich gaat dat wel redelijk vlot. Het is alleen, we zullen buizen moeten buigen natuurlijk. Die staan dus. Ja. En die wil je wel allemaal op dezelfde manier maken. Ja, die bochten zeker. Maar die kun je op elkaar leggen op de tassen dan.
Ja, 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 ja. Als je inderdaad zo'n staander hebt, zo'n beugel, dan kun je hem gewoon namaken. Ja. Dan komt dat goed. Zo. Ja. Ja. Nog een dubbele Fiesta, hè. Dat is leuk. Mooi, hè, luchthaventjes. Nou zijn ze, deze zijn ook echt zo mooi al bol meteen. Hè? Die andere was toen hol geworden, maar die hebben er ook, ook nog uitgelepeld toen. Zo. Ja, dat wordt spannend, hè? Ja. 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 Voor de fietstas. Special delivery. Kijk. Ja. Oh, postcode. Ja, die hadden wij nodig, hè. Daar zaten wij op te wachten. Olie, een pelletje olie. Nou, daar zit van alles bij natuurlijk. Maar er zit ook motorolie en versnellingsbakolie en zo. Voor de Fiat bij natuurlijk, hè. Oh, ik denk al. Ik denk, hoor ik nou weer. Dus. Maar dan, ja, dan kunnen we deze ook... binnenkort rijend maken. Tenminste, ja, reed al wel, maar dan kunnen we serieus mee gaan rijden. Oh, dat wordt mooi. Het enige wat we nog nodig hebben is dat stangetje. En het stangetje kunnen we niet overzetten van die. Want dat moet echt 4x4 zijn. Kijk. Maar goed, ik weet toevallig nog een paar 4x4's te staan. Wel iets nieuwere, maar de stangetje zal hetzelfde zijn, verwacht ik. Ja. Ach, en alles even maken. Ja, het zal ook niet zo spannend zijn. Ja, maar het is wel raar. Hij loopt echt wel in een bochtje eromheen zo. Het ding zit echt daaronder. Dat armpje. Dat is gewoon vreemd. Dat is om 4x4 in te schakelen. Nee, nee. Dat is gewoon als je de pook in zijn vrij beweegt. Oh. Tussen de vorken wisselt. Dat doet hij met dat stangetje. Wow, wow, zo. Nou, hey, we gaan het afsluiten. Zag je dat? Ik was al aan het gapen, man. Niet normaal. Hoog tijd. Ja, joh. Die warmte nou. Het is in Nederland kan het geen normaal weer meer zijn. Het is ofwel alleen maar regen, of het is ook in één keer gewoon zo. Schrik heet, benauwd. Je kunt het niet jou wennen zo. Hè? Nee, dat is de ergste. Hey. Helemaal goed, genoeg gekletst. We gaan het afsluiten. Hey Robbie, hartstikke bedankt voor de assistentie en de gezelligheid. Ja, tot volgende week. Hey, helemaal goed. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Adoe.